Heb jij een buikgevoel dat er iets niet klopt? Ook al lijkt iedereen rondom jou, jouw vrienden, familie, media, net het omgekeerde te zeggen of zelfs fier te promoten, heb jij het moeilijk om daarom een beslissing te nemen die misschien de rest van jouw leven kan bepalen? Heb je al geprobeerd jouw twijfel van keuze te uiten, maar werd jouw buikgevoel misschien meteen de kop ingedrukt, kwaad veroordeeld of zelfs belachelijk gemaakt? Of twijfel je omdat je niet echt veel info vindt over wat je voelt? Dan zou het kunnen dat jouw buikgevoel wel degelijk juist is en dat er helemaal niets mis is met jou. Twijfel. Betekent niet dat er iets mis is met jou. Integendeel, ook al reageert zelfs jouw familie er heel fel op. En geen nood. Jij bent helemaal niet alleen. Ook al lijkt het misschien zo. Je hoeft je zeker niet te schamen dat je twijfelt. Sommigen onder ons zijn misschien beter in het verbergen dat ze twijfelen. Achter een masker van doen alsof. Totdat hun masker ook breekt vroeg of laat. Twijfel. Is ons zeer waardevol dashboardlampje dat ons waarschuwt en uitnodigt om alles in vraag te stellen. Ook al lijkt die info misschien niet direct beschikbaar. Soms voelen we ons verplicht iets te moeten beslissen tegen ons buikgevoel in. He, bijvoorbeeld door de enorme morele druk van mensen om ons heen. Dat we anders bijvoorbeeld uitgesloten zouden voelen. Asociaal of anders en dom en zeker niet geliefd zullen gevonden worden. Maar zou het kunnen dat we over een buikgevoel beschikken, met twijfel als essentieel kenmerk, juist om niet blind te vertrouwen waarvoor we zo'n morele druk van buitenaf voelen? Zou het kunnen dat ons buikgevoel juist dient om ons te leren? Om onafhankelijk en natuurlijk te leren kunnen beslissen. in het beste en meest natuurlijke intelligente belang. van ieders natuur, inclusief van onszelf. De natuur is veel intelligenter dan wij zijn als mens. En hoewel we ons buikgevoel volgen. Misschien een beetje zijn verleerd door onze opvoeding, onze school, door angst, door druk bezig te zijn met denken, ons werk of met onze telefoons. Maar ons buikgevoel is er om ons terug in te plugen met deze intelligente wijsheid van de natuur. En deze wijsheid van de natuur. Kan niet van buitenaf opgelicht, onderdrukt, gecensureerd, gechanteerd, gaslighted of geforceerd worden. Zelfs niet door de grootste en mooist verpakte marketingcampagne. En weet jij waarom niet? Omdat jij die intelligentie van de natuur zelf bent en jouw buikgevoel je er terug mee in contact brengt. En jouw buikgevoel liegt nooit. Niemand heeft te oordelen of belachelijk te maken wanneer jij jouw buikgevoel wil volgen. Zelfs niet jouw ouders, jouw partner, jouw familie of jouw vrienden. Want door jouw buikgevoel te volgen, ben jij het voorbeeld van inspiratie voor iedereen om beslissingen te leren nemen die veel intelligenter zijn dan wij zelf of de factcheckers bedenken. Nu het probleem is ons buikgevoel wordt uitgeschakeld door angst. Heb je moeite om jouw buikgevoel te voelen? Zet dan voor enkele dagen eens alle media en afleidingen uit en je zal jouw intelligent buikgevoel terug heel helder krijgen. Want van zodra we ons buikgevoel of ons gevoel gaan amputeren Amputeren we ook gelijk de mogelijkheid om ons ooit nog gelukkig te kunnen voelen? Want hoe kunnen we ons ooit gelukkig voelen? Door weg te lopen of niet meer te vertrouwen op ons gevoel. Bijvoorbeeld, het krachtigste wat er bestaat om niet fysiek of geestelijk ziek te worden, is ons buikgevoel en onze natuur te volgen door bijvoorbeeld voldoende vitamine D of natuurlijk zonlicht te tanken, of bij te supplementeren als we niet over die mogelijkheid beschikken. Ook ons natuurlijk immuunsysteem is veel intelligenter dan dat wij als mens kunnen bedenken. En door academische arrogantie en te denken dat we slimmer zijn dan de natuur zelf, en dus door los van de natuur voor God proberen te spelen, beslissen we. Tegen onze natuur in te gaan en vernietigen we daarmee onze eigen natuur inclusief. Door nederig te worden en te luisteren naar de intelligentie van de natuur, promoten we elk aspect van leven. Geniet ervan jezelf terug helemaal in de natuurlijke intelligentie van jouw buikgevoel in te plugen en enkel van daaruit te beslissen als krachtig bevrijd. Voorbeeld en inspiratie die we allemaal hard nodig hebben. Onze kinderen zijn vaak nog veel meer in contact met de intelligentie van ons natuurlijke buikgevoel dan volwassenen. Dus het zou goed kunnen dat onze kinderen meer aanvoelen wanneer er iets niet klopt. Dus wij als ouders hebben de verantwoordelijkheid om onze kids hun gevoel niet plat te kloppen of het in iets anders te forceren maar om juist te helpen er naar te luisteren en zelfs zelf als voorbeeld te leren nemen. Ons natuurlijk intelligent buikgevoel volgen is nooit dom. Nooit niet liefdevol. Nooit asociaal of nooit egoïstisch. Maar juist in het natuurlijke belang van elk van ons. Jij Jij bent die kracht. Jij bent die liefde. Jij bent die vrijheid. Jij bent die intelligentie. Jij bent die natuurlijke wijsheid. Jij bent dat voorbeeld. Jij bent die inspiratie. Jij bent die gezondheid. Je hoeft je er alleen maar mee in te plugen, enkel door naar jouw buikgevoel te luisteren en van daaruit een beslissing te nemen, vrij van wat anderen daarover oordelen en dat. In het belang van ieders natuur.